Medewerkers en leerkrachten verbonden aan de Evangelische Broedergemeente in Suriname, EBGS, zijn gisteren in de bloemetjes gezet door de organisatie. Ruim 95 personen werden in de grote stadskerk in de spotlight geplaatst. Als voorzitter van het stichtingsbestuur van de EBGS Onderwijs heeft de medewerkers en leerkrachten bemoedigd. Breeveld geeft aan dat hij heel veel waardering heeft voor de leerkrachten die hem les hebben gegeven toen hij op school zat. Ik was niet de makkelijkste, maar zonder hun was ik niet waar ik nu zou zijn, benadrukt Breeveld. Leerkrachten werken met levend materiaal. Leerkrachten zorgen ervoor dat het beste uit jou gehaald wordt. Leerkrachten zorgen ervoor dat wij terechtkomen op de plek waar we moeten zijn. Alle doktoren, professoren, juristen, vakbondsleiders, gaan allemaal door uw hand. En daarom bent u belangrijk. En daarom moeten we waardering uitspreken voor het werk wat u doet. Whitney Houston schreef dit lied en ze zei, ze keek om, ze keek uit naar iemand, een rolmodel, en ze kon die niet vinden. En daarom heeft ze geleerd om afhankelijk te zijn van zichzelf. En ik moet zeggen, ze heeft tot op zekere hoogte gelijk, want soms ontbreken de rolmodellen. Maar in haar geval, ja, is het jammer dat ze dan helemaal gaat op de zelfliefde. Want ze zegt dan, ik heb geleerd om van mezelf te houden. Alleen van mezelf te houden. De leerkrachten die in de bloemetjes zijn gezet, zijn verdeeld in gehuldigden en zij die met pensioen zijn gegaan. De EBGS probeert haar schoolleiders ook extra te waarderen voor hen die jarenlang hun krachten hebben ingezet op de verschillende EBGS-scholen. Het gaat in deze om 1 medewerker met 40 dienstjaren, 15 leerkrachten met 35 dienstjaren, waaronder 2 schoolleiders. 29 leerkrachten met 30 dienstjaren, waaronder 4 schoolleiders. 37 leerkrachten met 25 dienstjaren, waaronder 3 schoolleiders. Ten slotte zijn 11 leerkrachten en 1 interieurverzorger met pensioen gegaan.